Ik zeg, je mag maximaal 3 spelers uit dezelfde competitie. Oké, maximaal 3. Ja, oké. Ja? En wacht, Eén. wacht, wacht. Je mag 1 goat gebruiken. 1 goat. Mensen, what up? Welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Aristot Ndunu. Het is de tweede aflevering van de Player Pick Battle samen met Renzo Umrao Singh. Aanwezig, hoe is het? Tuurlijk, ja. We hebben weer een weekend league gestreden met deze patch. Heb ik gestreden van mijn leven. Ik heb mijn Arsenal erin aan. Jij ziet dat nog niet, maar... En ja, hadden we hetzelfde resultaat? Nee, jij had 28, toch? Ja, Volgens mij. 28-2 had ik inderdaad. Ja, ik had 27-2 en toen kwam ik nog even Dami tegen. Toen dacht ik, nee man, ik vind het wel goed. Ben je weggegaan? Ja man. Hey, er... Ik dacht, en top 100 is eruit. Ik dacht, boah, die 30ste game ga ik niet nog eventjes heel erg lekker voor zitten tegen de andere e-sporter. Dat is toch wel Dat leuk geweest. lachen. Eerst beginnen met mijn rewards, man. Zeldzame... Ja. Ja. Team of the Week trouwens. Top. Is... Ja, ik wil net zeggen, wij zijn allebei heel erg blij dat we Elite 1 hebben gehaald. Want er zijn heel echt top rewards te verdienen deze week met Team of the Week Moments. We hebben Neymar Marius. zag ik. Ja, ik zag Chris, Messi. Messi? Oh, dat was sick. Zullen we even kijken? Kijk, 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 kijk. Dit is de Mexicaanse Messi. Dat vergat ik erbij te zeggen, mensen. Oh, dat was Jullie het. dachten Ja. Lionel Andres Messi, maar het is Carlos Vela. Carlos Vela, weet je. Forza Skill Moves. 2 sterren weak foot. Two De star weak Messi foot. van Arsenal was dit, hè? Dit was het. Nou, hij was wel... Dit, ik vond hem altijd wel een grappig speler. Dit... Hij kon echt ballen wel. Deze gast is zo erg doodgemaakt door EA. Echt, hij was ooit zo bruikbaar en toen hebben ze zijn pace afgepakt. Ja, en gewoon weggestopt. En weggestopt. Blijft nog steeds gewoon een lijpe middenveld. Laatste deed ook gewoon goed dit seizoen. Four-star, fenomeen. Fysiek heeft hij echt alles. Lengte. Robertson heeft natuurlijk een Team of the Year. Zijn physical is niet goed genoeg. En ja, hij is wel volgens mij de duurste, dacht ik. We kunnen wel even kijken, ja, 150k is dit. Didi, ziek goede kaart. Hier, 80k. Party. Geen party zonder party, ja, 60k. En dan heb je Marquinhos nog. Is hij... Ja, sorry man. Oké, nou, Robertson. Dat is ja. het. Nou, houd het wel op. Oké, zoals ik al zei, 28-2. Renzo heeft hetzelfde. Elite 1, moeten we het mee doen. Is prima. Normaal gesproken zou je zeggen, nou, fair enough. Ben ik wel tevreden mee. Maar ja, we moeten maar even kijken wat het wordt. Nou, is het iets sick, jongens? Gaat het Robertson worden? Ja, voor je player picks, wie wil je ook eigenlijk nou nu? Zeg maar voor onze wedstrijd. Nou, die is wel een beest hoor op het middenveld. Weet je, we gaan gewoon even kijken. Ik laat me graag verrassen. Ik heb geklikt. Wat is het? Nou. Nou, ik denk dat ik wil. Ja, ik wil het zeggen. Je kan hem misschien linken met kan een Didi, man. Hem laten rennen. Forza skill. Ja, bro, deze man gaat. Wat is het? Hij heeft wel 88 finishing, hè? Hallo. Ik klik. En het is. Ja, ja. Doe nou je best. Oh, jongens. Van de 30 games heb ik er eentje verloren. Oh, ja. Ik heb 1 keer verloren en het is, ja. Swallow. We gaan door, we gaan door. What is this? Last but not least. Het... Ja, ik zou nu toch eigenlijk moeten concluderen dat mijn player picks kunnen toch alleen maar beter worden. Ja, voor jou is ik voel een tweede win aankomen. Nou, nah, het is wel heel erg, man. Oh, joh. Wow, ja, moet ik hem ook laten rennen dan? Maar waar speelt hij? Wat voor competitie? Wat is het eigenlijk? Brons, ja, in de derde liga. Ja, met wie ga je hem linken dan? God? Ja, helaas. Ja, en je moet ze opstellen, dat is nog mooi. Oh, je moet. Natuurlijk. Ja. Zo, dan heb ik echt een trage centerback. Ha. Oh. Nee. Ik ga het niet doen. Ik weet niet. Nee, ik ga voor safe, man. Walkout. We hebben een walkout, jongens. Ziek. Het is een Champions League card. Een Portugees RM Bernardo Silva. Pizzi. Ja, kom op. Stel je voor dat dit Chris was. Dat zou ziek dat zijn. Zou, ik zag een Portugese vrouw. Ik dacht, nou, dit kan toch Nee, ik zag die blauwe. Ik dacht, ja, dit is die blinde pitsie. Ik dacht ook niet eens op Bernardo Silva. Ik dacht gewoon gelijk aan hem. Jongens, het gaat om deze 2 packies. Premium Team of the Week Moments pakket. Ik begin met Renzo. Zeg jij het maar. Welke gaan we doen?
Ik denk de tweede, want ik denk dat daar nog minder in zit dan de eerste. Ja, dat dacht ik ook al aan. Precies. Hij neemt me de woorden uit de mond, jongens. Dit is hem. Ik heb geklikt. Oh, het zou mooi zijn als het geen walkout is. Uiteraard. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Dit is... Natuurlijk. Pozuelo. Hoe heet die Pozuelo? Pozuelo 83 reden. Dat is geen walkout. Als dit je niet motiveert, mensen, dan weet ik het dan weet ik het echt niet meer. Nou ja, goed. Dan ik maak hier geen woorden meer aan. Vuil, ik heb 200k, dames en heren. Dat is wat je wilt, jongens. Na de rewards wil je 200k gemaakt hebben. Wat is het? Laat het alsjeblieft nog... Oh, het is nu wel een walkout. Dat vind ik wel jammer, eigenlijk. Ik had wel... De Swallow. Dat is ook een 84 rated. Oh, ongekend. Swallow! Daar is hij. Nou, ik heb genoten. Ja, we gaan switchen. sorry. Ja. Ik weet echt niet wat ik hiervan moet maken. We gaan gewoon switchen. Oké. Nou, we zijn dus geswitcht. De heerlijke rewards van Ari, die mogen niet ontbreken natuurlijk. En daar gaan mijn rewards aan toegevoegd worden. Ja, eerlijk, ik kan die player picks kan ik al bijna niet meer verliezen, toch? Nee, echt niet. Dat is ook zo. Maar ja, goed. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat gaat doen. How you're going to pull it off. Ja. Die player picks, nou. Ik ben benieuwd. Wat we zeiden, ik doe alleen even snel die player picks. En daarna gaan we natuurlijk over naar ons squad beelden met de player picks. Ja. Ja. Ik kan het al bijna niet meer verliezen, toch? Nou. Hier, kijk, zie je. En ja, ik zag. Dat één. En ik heb al verloren, jongens. Ja, sorry, ik heb al verloren voordat ik me. Ja, voordat we zijn begonnen. Wat moet ik doen dan? Jongens, hij heeft en Didi. En hij heeft Robertson. Ja, moet ik doen. Ik denk toch dat ik dan maar voor de player pick en Didi ga. Omdat, ja. Het is wel een beest, dit, hè. Ja, maar hij heeft. Ja, goed. Maar het is wel eens goed, hoor. Maar ja, jij weer wel, hè. Nou, gefeliciteerd alvast. Oké, okay, next. Nou, hij is al klaar. Next. Ja, ik bedoel, dit is wel een goed basis voor het team. Wat? Qua rating is qua echt... rating mag ik niet klagen, hoor. Gap. Maar... Gap. Ja, Iago, hè, denk ik. Ah, oké, okay, we nemen Iago. Iago. Iago Aspas. Ah. Oké, okay, nou ja. Last but not least. 287 ratings, ik mag niet klagen. Ja, ik weet echt niet. Ja, je bent gewoon sprakeloos elke keer. Je kijkt gewoon. Ja, zeg maar. Los van dat je er al twee hebt, maar. Waarom. Ik snap, waarom moet het zo moeilijk zijn om gewoon überhaupt één decent speler te krijgen? Zeg maar. Intussen, ja, maar waarom? Intussen. Sinds. Vijf picks, hè? Vijf. Heel dat idee van die player picks, bro. Dat is gewoon niks. Het is gewoon niks. Nee. Wat is dat voor idee dan? Ik wil even zeggen dat dit voor een 84 rated keeper best hoge stats heeft. Ja, oké. Okay. Het is dus bekend. Ik heb Guaita, Aspas en Ndidi. Jij had... Swallow. En die andere twee zijn gewoon niet relevant. Dennis en... Dennis, ja. Dennis, die Nigeriaanse... Die rent. Ja, die uit de derde Bundesliga of zo. Ja, die ook linksbuiten is dat. Ook een donkere aanvaller. Die is ook heel snel... alleen weet ik niet hoe die heet, jong. Ik heb geen idee. Oh, je hebt je team al gemaakt, joh. Ja, dit is mijn Juve team. Op de plek van Zidane komt die player Moments Ramsey, maar... Ja, mensen, deze Zidane. Mensen heb ik dus in ieder geval in de... Ja, ik heb daar geen doekoe voor, man. Zie je linksboven? Ah, ja. Dus dat red ik net niet. Maar dit is die dat ik ga gebruiken in mijn weekend league in ieder geval. Dus mocht je het live nog niet gezien hebben. Het is wel een lijp team, jongens. Abonneer ook even op het kanaal van Renzo. Abonneer op mijn kanaal. Toevallig, hè? Als je nu toch aan het kijken bent. Even dat duimpje omhoog. Renzo wil naar de 5k? Je hebt de 5k nog niet geëerd, hè? Nee, maar we moeten nog naar de 5k. Dus... Naar de 5k abonnees. Ik wil naar de 70k in de maand april. We gaan bikkelen. Oké, goed. We hebben de player picks. Ja, dan gaan we over naar de squad. Ja, jij gaat geen packs openen, man. Nee, klopt. Nee. Jongens, jullie kunnen wel zien dat hij 9 pakketjes nog heeft. We laten ze eventjes zien. Dus op een gegeven moment, op het moment dat hij ze gaat openen, wordt het wel een, normaal gesproken, een ultieme pack opening. We zijn wel afhankelijk van Team of the Moments. Maar ja, die packs houden jullie nog te goed. Komen eraan. Maar yes. Nu gaan we dus over naar het laatste onderdeel van deze video. De Squad Builder Battle. Dames en heren. Wij zitten er klaar voor. Ja, ik ben heel benieuwd, man. Mijn player picks, ik zie ze al staan.
Ik noem ze even op sowieso. Ja, Renzo, je hebt andere spelers. Ik ben heel benieuwd naar jouw team. Bianca, die moet het voor mij gaan doen. Hi, hi, work. Wat zie ik op mijn scherm? En ik heb een Nigeriaan, een beest, Dennis, die bij Club Brugge speelt. Is het Brugge? Belgische, ja, Club Brugge. Goed, nou, begin maar met het bouwen van je team. Ik wil het zeggen. 5 minuutjes hebben we weer. We gaan weer rennen, jongens. Ik heb dus Aspas, NTD en Keita. Ja, maar de vorige keer hadden we natuurlijk die Nederlanders die we moesten gebruiken. Wat doen we nu? Ja, wat zullen we nu eens doen? Ik zeg, je mag maximaal 3 spelers uit dezelfde competitie. Oké, maximaal 3. Ja, oké. Ja, precies. Okay. Voor het linken ook. En wacht. Je mag 1 GOAT gebruiken. 1 GOAT. Eentje. 1. Okay. Yes? Niet meer dan dus dat. 1 icon of zo, zeg maar. Yes, 1 topspeler. Okay. Top tier gewoon. Ja. Cool. Is alright. Oké, die staat er bij mij in. En trouwens, ik denk dat het ook wel leuk is om gewoon te doen dat degene die verliest, die discard 1 van die 3 player picks. Nee, degene die verliest, die moet zijn beste player pick die hij vandaag heeft gepakt, moet hij discarden. De beste. Oké. Yes, want anders ga je natuurlijk voor de slechtste. Oké, goed. Dus de druk staat erop, dames en heren. We moeten gewoon ons best doen. Ik ben even aan het kieken. Ik ben ready. Ik ben done. Moet ik alleen even nog wisselspelers doen? We gewoon brons, toch? Toch? Maar even kijken. Even double check. Ik heb 3 man daaruit. Ja. Ik mag meedoen. Oké, de teams staan er. We zijn ready. Tenminste, ik ben er klaar voor. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, maar ik denk dat jij nog niet klaar bent voor mijn achterhoede. Dat niet. Maar voorin is het heel creatief wat ik gemaakt heb. Oké. Maar dit belooft weer een leuke wedstrijd te worden, jongens. Moet wel. Take it away. Nou ja, kijk. Wij gaan, zoals altijd, de wedstrijd doen op het kanaal van Renzo. Jullie kunnen onze team zien. Ik zie mijn eigen team. Ik weet niet wat voor team Renzo heeft. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan zo meteen de wedstrijd opnemen. Dus abonneer even op zijn kanaal. Ik check de linkjes in de beschrijving, zodat je door kunt gaan naar die video. Vond je dit tof? Laat even een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren, want ik wil ook naar die 70.000 abonnees. Hoeveel likes gaan we doen? We gaan voor de... de vorige video ging ook wel aardig op zich qua likes. Laten we gewoon... Ja, die 2K moet wel gehaald worden. 2000. 2K. Jawel. Vind ik ook wel goed. Jawel, vind ik likes, een mooi. Jongens. Moet minimaal kunnen. Kijk, jullie horen. Player picks waren top. Rewards zijn altijd top. Doe nou je best. Daarmee willen we eindigen. Precies. Dat is het. En de game wordt nog beter, hè? Dat is nog mooier. Dit is echt, echt, echt top. Mensen, dankjewel voor het kijken. Rustig aan. Ciao, ciao.